Hey Simmers en welkom bij weer een nieuwe Sims 4 video. Ten eerste mijn excuses dat jullie hier zo lang op hebben moeten wachten. Want vandaag gaan we bekendmaken wie heeft gewonnen met de bouwwedstrijd voor het huis van de Peuters Let's Play. En toen ik deze wedstrijd bedacht, had ik niet verwacht dat het me zoveel tijd zou kosten om de uitslag te bepalen. Ik had namelijk het verzoek gekregen om er een wedstrijd van te maken. En dat vond ik een heel leuk idee. Ik had alleen even niet nagedacht dat ik ondertussen bijna 13.000 volgers heb. Dus dat jullie al met echt een hele grote groep zijn. En dat als ook maar 1% van jullie daaraan mee zou doen, dat ik al meer dan 200 inzendingen zou hebben. En dat is precies wat er is gebeurd. Er waren meer dan 200 inzendingen voor deze wedstrijd. En ik was echt helemaal gechoqueerd dat er zoveel gave huizen zijn gebouwd. En ik vind als je iets doet, moet je het goed doen. Dus toen jullie in zo'n massaal huizen instuurden, wilde ik ze natuurlijk ook echt allemaal stuk voor stuk bekijken. En dat is ook de reden dat deze video wat later online is dan ik had gezegd. Ik had gezegd dat die afgelopen zondag al online zou zijn, maar hij is er nu pas. Sorry, maar ik wilde jullie gewoon allemaal een eerlijke kans geven en alles eerlijk beoordelen op de criteria die ik had gesteld. Dus vandaar eigenlijk dat het zo lang heeft geduurd. En ik heb alles bekeken en ik wil even zeggen dat ik echt vind dat jullie echt fantastische huizen gemaakt hebben. Mocht je niet hebben meegedaan, maar je kan wel in de galerie, dan moet je eigenlijk even kijken bij de hashtag die we hebben gebruikt voor de wedstrijd. Staat hier in beeld. Wat voor mooie huizen erbij zijn. En ja, het is echt super vet. Ik ben echt, ik weet niet. Ik had gewoon niet verwacht dat er zoveel moois tussen zou zitten. Dus ik vond het ontzettend leuk om te kijken wat jullie allemaal hadden gemaakt. Er waren echt hele mooie traditionele huizen. Echt super mooie moderne huizen. Grote huizen, kleine huizen. Ik heb ook weer nieuwe dingen van jullie geleerd. Bijvoorbeeld, sommige van jullie hadden echt een hele gave indeling van jullie huis, waar ik zelf nooit op gekomen zou zijn. Dus dank jullie wel daarvoor. Echt super tof. En je ziet nu trouwens wat screenshots ondertussen van mijn favoriete huizen. Een aantal van mijn favoriete huizen. Dus het zou kunnen zijn dat je jouw huis daartussen ziet. Maar goed, ik denk dat het gewoon tijd wordt om de winnaar bekend te maken. Dus laten we gaan kijken. De winnaar van de huizenbouwwedstrijd is geworden Ramon Westhoek, gefeliciteerd. Ik vond jouw huis echt een van de tofste. En ja, ik vond hem gewoon ook het beste passen bij de Peuters Let's Play. Dus ik heb jouw huis uitgekozen. Omdat ik denk dat jouw huis niet alleen super mooi is, maar ook echt heel geschikt is om de Let's Play verder te spelen. En ik denk dat we hier ook nog in kunnen groeien. Dat dit huis ook geschikt is om nog een keer te verbouwen bijvoorbeeld. Of ik weet niet. Ik denk gewoon dat er heel veel mogelijkheden zijn. En ik werd ook gewoon heel vrolijk van dit huis. Dus jongens, dit is het huis. We gaan het even bekijken. Ik ben hier met mijn makelaar sim. En het huis heet trouwens de Peuter Let's Play huis. Staat hier ook in beeld. Als je het wilt downloaden, dan kan dat natuurlijk van Ramon. Dus Ramon, echt super tof. Ik hoop dat je blij bent dat je hebt gewonnen. We gaan hier binnenkort naartoe verhuizen. Ik heb even deze sim hier gemaakt. Dit is even mijn makelaar. Hiermee heb ik alle huizen bekeken. Dus ik zal jullie even een overzicht geven van hoe het huis eruit ziet. Dit is de buitenkant. En zoals je kan zien is het wel aan de moderne kant. Maar ik vond het zo leuk dat die kleuren zo warm zijn. Dus dit is de buitenkant. We hebben hierachter nog een tuin. Die tuin is nog leeg. Maar ik denk dat we dat wel zelf in kunnen vullen. Om daar wat spulletjes in te zetten. Dus dat gaan we zeker doen. Er staat een auto. Dat vind ik ook altijd wel gaaf. Meerdere van jullie hadden dat gedaan. Maar we gaan even naar binnen. Even de benedenverdieping. Laten we het even fancy doen met de... dit duurt wel heel lang. Maar ik wil jullie even de grand entree niet ontzeggen, zeg maar. Kijk, je komt hier zo binnen. En wat ik leuk vind is dat hier meteen al wat speelgoed ligt. Je hebt hier een trap naar boven. Hier staat echt een hele mooie, de hoek voor de piano als het ware. Maar wat ik echt heel tof vind aan dit huis is als je hier kijkt, dat je zo, dat hier zeg maar een soort van split level is. Dus het is best wel een groot huis, maar er is eigenlijk niet super veel ruimte. Wat ik wel eigenlijk heel overzichtelijk vind. Dus met die mooie lampen hier en heel veel licht, ik vond het gewoon heel mooi.
Dus ja, je ziet daar in de hoek de keuken met de eettafel. Het is niet helemaal mijn smaak meubels. Maar wat ik zeg, misschien gaan we het nog wel een keer verbouwen ook. Als je het goed vindt, Ramon. Ik hoop het. Dus dat is dat. Ik zal even naar beneden gaan. Dan hebben we hier, meteen hier binnen hebben we een toilet met een bak voor Ninja, onze hond. En twee wastafels. Dus dat is hier meteen heel handig. Dan hebben we hier nog een tekentafel voor de kindje, voor mij uiteraard. Dan hebben we hier een kantoortje. Nou, dat is ook super. Was ook een vereiste, dus die hebben we ook. En dan hier hebben we meteen de volwassenen slaapkamer. Met een tafeltje. En ja, hier hebben we dan zo het bed. Wat ik best wel vet vind. Ik vind het ook wel leuk dat dit roze is. Ik bedoel, ja, best wel cool. En dan hebben we hier nog een super mooie badkamer voor de ouders. Die dan eindelijk een beetje hun eigen privacy hebben en zo. Wat ik wel heb gedaan, Ramon, wat jou misschien ook wel opvalt, is... ik heb hier de kamer veranderd, de speciale kamer. Want een aantal van jullie, meerdere... Ik weet niet bij wie het idee oorspronkelijk vandaan komt. Of dat jullie het allemaal voor jezelf hebben bedacht. Maar ik vond dat zo'n leuk idee dat ik dat wel erin heb gelaten. En dit is de kamer waar Samuel stiekem cupcakes bakt. En dat vond ik zo leuk. En dat hebben echt meerdere van jullie gedaan. En ja, ik dacht, dan heb ik toch nog een beetje ook invloed van jullie allemaal erop. Dus... ja, dit is de cupcake machine van Samuel waar hij stiekem cupcakes bakt. En dat durft hij niet toe te geven, want dat is natuurlijk niet zo stoer. Dus dat zit ook achter een geheime deur. Dus dat is hier. Dan gaan we natuurlijk nog even kijken wat we boven hebben. Even kijken. Hier hebben we dus meerdere kamers. Nou, we hebben hier ook wat schilderspullen wat ik heel leuk vind. Dus dat is ook een beetje speciaal. Dan hebben we hier de eerste slaapkamer. En dit is de slaapkamer van Azami, denk ik zo. Ja, met roze. En het is best wel groot, dus we kunnen hier ook nog extra spulletjes inzetten. Maar kijk wat een super vette kamer. Ik denk dat dit ook heel tof is als ze straks een tiener is. Ja, dat we het wat persoonlijker voor haar nog in kunnen kleuren. Dus dat is heel leuk. Als we dan eentje verder gaan, dan komen we hier in de kamer van Hana. En je ziet meteen dat dit heel anders is. Veel stoerder. Sportposters, donkerdere kleuren, graffiti op de muur. Ja, dus ik vond dit gewoon super vet. Ik vond het echt heel leuk persoonlijk. En nogmaals, Ramon is niet de enige die dit heeft gedaan. Maar ik vond zijn huis gewoon het beste totaalpakket hebben. Dus ja, dan hebben we hier de kamer van mij. En dit is misschien wel mijn lievelingskamer met al het roze en de eenhoorn en die gordijnen zo. Ja, echt heel tof. Ook dit kasteel en ja, die is ook heel leuk. Wat hadden we hier dan nog? Ah ja, hier hebben we dan nog een badkamer. Dus er is echt genoeg van alles. En dan hebben we nog als extra toetje... hebben we hier nog een heel groot balkon met een jacuzzi. Dus hier kunnen we ook nog andere dingen opzetten. En ja, en lekker in het jacuzzi natuurlijk. Dus dat is echt tof. Ja, en de tuin kunnen we nog inkleuren. Er staat wel een barbecue. Ik heb dit een klein beetje gewijzigd voor de speciale kamer. Dit huis stond wel op een hele grote kavel. Dat vond ik eigenlijk een beetje jammer, want daardoor kon ik hem lastig plaatsen. Maar dat houdt wel heel veel ruimte over waar we zelf nog wat bij kunnen maken. Dus als jullie daar nog ideeën hebben, laat het me vooral weten. Dus dit is het huis waar we naartoe zullen gaan verhuizen. Gemaakt door Ramon Westhoek nog een keer. Dus ja, ik vind het echt heel tof. Ik hoop dat jullie het een beetje met mijn keuze eens zijn. Ja, want dat is natuurlijk ook... het is heel persoonlijk. En ik vond het ook een beetje eng om een keuze te maken. Omdat ik ja, weet dat iedereen een andere smaak heeft. En dat wat ik mooi vind niet per se hoeft te zijn wat jij mooi vindt. En ja, ik wil ook nog een keer zeggen dat ik niet een modern huis heb gekozen. Omdat ik nou eenmaal van moderne huizen hou. Maar ja, er waren ook hele mooie traditionele huizen. Dus het is echt niet zo dat je een nadeel had als je een traditioneel huis had gemaakt. Maar ik vond dit huis gewoon... het beste totaalpakket. Dus ja, ik heb het bij deze besloten. Als je niet hebt gewonnen, zit er alsjeblieft niet over in. Want alle huizen waren heel mooi. En ik ga in de toekomst zeker vaker dit soort wedstrijden doen. Alleen ga ik dan wat beter nadenken over hoeveel tijd het kost om alles te bekijken helemaal. Ja, zodat ik ook de uitslag heb wanneer ik die beloofd heb. Dus ja, dat is het. Dat was het nu voor mij. Als je deze video leuk vond, like hem dan. En als je nog niet op mijn kanaal geabonneerd bent, abonneer dan ook even op mijn kanaal. Want dan hoef je nooit meer een nieuwe video te missen. En dan zie je natuurlijk hoe we gaan verhuizen straks. Ja, hoe het verder gaat met de Peuters Let's Play. Dat wil je natuurlijk ook. Daar zijn jullie vast ook benieuwd naar. Ik ga er nog even een stukje achteraan plakken. Maar ik wil jullie wel alvast bedanken voor het kijken. En ik hoop dat ik jullie ook de volgende keer weer zie. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!